Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen hier in een prachtig huisje in het bos. En op dit moment stap ik uit bed. Het is echt een super mooi, fijn, groot bed. En alle luiken gaan open. De rolgordijnen. En we hebben serieus, net als gisteren, hebben we gewoon geslapen met de hele schuifpui open. En dat was zo ongelooflijk lekker. Oh, dat was echt heel erg fijn. Het is op dit moment 7:30 in de ochtend. Zo, kijk eens even hoe mooi. Oeh, het is wel koud. Maar het is echt super mooi. Zo. Oh, vooral mijn voeten zijn koud, joh. Gek. Oh, het is echt heel erg koud. Oh. Oh, dat brandt helemaal door of zo van de kou. Maar goed, het is in ieder geval lekker fris. Wij gaan even heerlijk douchen. Maar dit is heerlijk. Dit is heerlijk wakker worden. In moeder natuur. En Marion is lekker aan het douchen. Ik ga ook even lekker douchen. Goedemorgen. Helemaal opgefrist, dames en heren. En klaar om te gaan. Alle rolgordijnen heerlijk omhoog gedaan. En eventjes de lichten uit. Wat dingetjes opgeruimd. Helaas is er wel één wijnglas gesneuveld. Ik zal jullie nu eventjes demonstreren hoe dat precies ging gisteravond. Nadat ik daar een eiwitshake uit had gedronken. Is echt super dom. Sowieso moet je nooit een wijnglas volgens mij zo vasthouden. Dus ik had zo de wijnglas vast. En ik wilde me afzetten van het bed. Dus ik deed letterlijk afzetten hierop zo. Ja, dat gaat nooit goed. Want dit is natuurlijk super dun. Dus ik zette me zo af. En in één keer had ik gewoon ja, allemaal glas in mijn handen. En was hij door de midden. Dus één glas minder. Sorry. Maar dat melden we natuurlijk eventjes. Maar voor de rest was dit een heerlijk verblijf, dames en heren. Echt heel erg fijn. Dus we hebben alles ingepakt. En dat is maar goed ook, want we gaan naar huis, hè, schat? Yes! We staan. To go. Oh, deze kan nog meenemen. Oh ja, bolletjes en chips. Patatje joppie chips. Ja, er werd net al aangebeld. Alles zou vandaag vanaf 9 uur gaan starten. Het is op dit moment 8 uur. Maar er werd net om 7:45 aangebeld. Dat was de levering van Tegeldepot. Dat zou eigenlijk na 9 uur komen. Maar gelukkig kon die dus alles neerzetten voor het hek. Dus dat gaan we straks wel aantreffen als we thuis zijn. En er komt iemand voor de lekkage om te controleren. Die zou ook vanaf 9 uur komen. Maar die belde net precies om 8 uur aan. Dus ik zei al van ja, sorry. Ik heb echt duidelijk aangegeven. Ik ben vanaf 9 uur thuis. En dan is vanaf iedereen welkom. Ook komen de mensen van de schuifpui repareren voor een tweede keer. Die komen ook vanaf 9 uur. En nog een paar dingetjes, maar dat zien jullie later wel vandaag. De studiotegels. Oh ja, de studiotegels. Ja. Ja, die, oh ja. De aannemer komt met mensen om de tegels in de studio te plaatsen en de toilet en alles. Maar heb jij alles gecheckt? Ja. We zijn helemaal good to go? Ja. Zeker? En die tas. Oeh, deze tas nog, ja, met schoenen. Yes. Oké, deurtje dicht. Oh, deurtje dicht. Dat was wel echt leuk. Ja, dat was superleuk. Nou, huisje nummer 24. Bye bye. Kijk dan, wat heerlijk. Ja, dit is wel echt een heerlijk begin van de dag, zeg. Ja, echt fijn. En het is wel fijn, want we beginnen allebei. Ja, jij hebt dat eigenlijk sowieso altijd wel gewaardeerd. Maar vroeg opstaan begin ik wel meer te waarderen. Ik hou daar echt van. Ja, Marion is altijd al van vroeg opstaan geweest. En ik altijd van het uitslapen. En op het begin van onze relatie was dat ook wel, ja, ik wil niet zeggen een dingetje, want dat we daar gedoe om kregen. Alleen, Marion die had heel erg veel moeite om wakker te blijven. En ik had heel erg veel moeite om op te staan. Dus wat er dan gebeurde, is dat ik uitsliep tot 11:00 ochtends. En Marion die was om 6:30 al wakker. Ja, en dan had Marion ondertussen al buiten een rondje gelopen, ontbijt gedaan, gewoon boodschappen. En dan moest ik nog uit bed komen. Maar ja, gewoon een heel ander ritme. Dan leven we wel een beetje langs elkaar heen. Maar goed, dat hebben we nu niet meer. We hebben mooie diertjes mee. Ja, dat is ons kunstwerk. Het schaapje. Ik vind hem echt wel leuk hoor, je paard. En het paardje. Ja, ik vind ze ook schattig. Gaan we op de babykamer zetten. Ja, ze zijn echt schattig geworden. Het schaapje en het paardje. Geniaal. Het is echt koud geweest wel vannacht hoor. Het is echt gevroren. Ja, als je kijkt op het dak ook helemaal hier zo. Ziet er wel super mooi uit. Wow, vooral aan deze kant. Lijkt wel een soort van raft die eromheen zit ofzo. Oké, let's go. De laatste dag trouwens van de Mansori. De allerlaatste dag. Dus hier gaan we vandaag afscheid van nemen. En dan wordt de mijne binnenkort gebouwd. Ja, het is echt 100.000% officieel. Ik heb ook een update over de nieuwe auto. Ik heb namelijk een wat dingetjes gereld en betaald hier en daar. Dus daar zal ik jullie nog even over updaten als ik hem ook echt ophaal, zeg maar. Maar voor nu, wat handig is om te weten, de bodykit, dus de Mansori, is helemaal betaald, besteld en is er ongeveer met 3, hopelijk, en anders 4 weken. En ik heb ook echt superleuk nieuws en misschien kunnen jullie het al een beetje raden wie hem gaat bouwen. Maar daar kom ik ook later nog op terug. Want dat wil ik niet alleen zeggen. Maar jullie mogen wel een gokje doen natuurlijk. Maar dat is wel heel erg leuk. Dus ja, daar heb ik heel erg veel zin in. Dus dat wordt echt super gaaf. Oké, we moeten echt wachten. Ik kan anders echt niet rijden. Nee, we moeten even die blazers heel hard aan. Want dan kunnen de mensen jou niet meer horen.
Yeah. Dit is namelijk nu het uitzicht. Helemaal top. Zo, dames en heren. Het is precies 9 uur. En er is iemand voor de lekkage. En er zijn mensen voor het installeren van de tegels. Dus dat is ook top. Ja, iedereen gaat lekker aan de slag. Dus dat is top. Nou, zoals jullie kunnen zien, de spullen die zijn geleverd voor de tegels. Dus dat zit hierin en dat zit hierin. Nou, die waren al helemaal vroeg. Die waren al om 7:45 al. Dus ik ben blij dat ze het hier hebben neergezet en gewoon weer er vandoor zijn gegaan. Anders duurt het wel heel erg lang dat je hier moet wachten. Even de auto uitpakken en dan gaan we even lekker koffietje drinken, want dat heb ik nog niet gehad. Lekker! Ik ben heel erg benieuwd wat hier gaat uitkomen. Dit is een koffer. Je ziet hier een soort van signaalding, denk ik. Met een computertje. Een Hydromeet Uni One. Nou, die man die komt nu net van de ladder af. Precies daar in die hoek is in ieder geval ergens lekkage. Geen idee waar het vandaan komt, maar dat wordt dus nu onderzocht. Maar je ziet hier dus allemaal van die plekken. Ja, en de man is dus op de ladder eventjes naar boven gegaan om te onderzoeken. Denk ik van buitenaf waar het ergens vandaan komt, want er zitten ook allemaal schimmel boven het plafond en alle plinten laten hier los. Als de keuken maar niet uit moet door de lekkage, dat zou echt super zuur zijn. En oh ja, hier op het plafond naast de boxen komt ook allemaal vochtige plekken en een beetje schimmel. Dus ik hoop echt dat het goed komt. Ik ben heel erg benieuwd. Een beetje gek omdat het zo'n nieuwbouw is dat het gebeurt. Tenminste vind ik. Ik heb er verder geen verstand van. Maar ja, het is wel echt een flink balen. Maar hopelijk wordt het ontdekt waar het vandaan komt en wordt het opgelost. Schatje, ja. Zal ik zo even vragen of jij de gun mag vasthouden? Nee, dat hoeft niet. Dankjewel. Jawel, dat wil jij graag, hè? Nee. Jawel, dat zei Marjo net tegen mij. Dat ze graag. Dit soort shit haat ik zo erg van jou. Want ik weet nu al gewoon weer als die gast dan binnenkomt. Mijn vriendin wil heel graag even naar ding gaan staan. Rot op. Ik hoef dat niet. Ik ga gewoon lekker zelf het ding vasthouden. Nee, maar dat... Dat is echt pesten, hè? Wist je dat? Oh, schatje. Ga je me zo neerzetten, ja? Ja. Brengt een beetje. Je gaat dat straks ook bij de kleine doen, hè? Nee. Die hij ga ik... zei tegen mij net. Nee, dat zal ik nooit doen. Nee. Bij de kleine niet. Bij jou wel. Maar weet je hoezo dat komt? Omdat altijd als ik dat doe, het is nog nooit wat ik me kan herinneren geweest dat ik dat deed en dat jij achteraf zei, schat, ik vond het niet leuk. Er komt altijd iets leuks uit. Je vindt het ook fantastisch. Nee. Jawel, want nu zie ik dat en dan denk ik, ik wil hem eigenlijk zelf vasthouden. Ja, en, dan zeg ik gewoon, Mario, jij wil vasthouden. Ja, zie je, maar echt klootzak. Dan moet je gewoon zelf vragen. Mag ik hem even vasthouden? En niet iemand anders voor het blok zetten. Ik hoef dat ding niet vast te houden. Nee, echt niet? Nee. Dus ik mag het niet zeggen tegen hem straks. Nee. Ja, ik vind het wel echt interessant wat hij allemaal heeft, hoor. Ja, maar ik ga hem niet zomaar vasthouden. Dat is niet mijn spul. Kijk, hij heeft ook een soort van verkijker hier. Een soort van camera en een verkijker. Ja, ziet er wel interessant uit allemaal, hoor. De neiging is groot om hem vast te pakken. Maar goed, ik zal het straks voor je vragen, ja. Nee, grapje, ik zal dat niet doen, jongen. Nee, dat is inderdaad best reis, niet leuk. Chocpasta, kaas, komkommetje. Dit is van vanavond, heb je weer op. Oh, schatje. Ja, waarom kijk je zo meteen naar mij? Alsof ik dat van je oog afsla. Oei. Kan wel, vorige week nog verteld. Ja, toch, kan wel. Hoor dat geluid. Milan vindt het ook altijd grappig. Met ja, het moet plat vallen. zullen we eens... als ik lach, doe jij mijn mondbeweging. En andersom. Ja? Ik ben gewoon even lekker van mijn opstaan. 3, 2, 1. En nu doe ik jou lachen. Ik deed al lachen. Nee, nu doe ik jou lachen. Oh, ik mag geen geluid maken. Ik maakte ook geluid, dat mag niet, sorry. Wacht even, komkommer weg. Je moet wel goed je mond dan bewegen met het geluid. Nou, dat was het wel. Oké, is goed. Nou, ik ga lekker ontbijten. Ah, top, ik kan het voor je vragen. Hou je mond. Ik had een vraagje. Dit ding, waar dient het precies voor? Want ik heb hem nu vast en er zit een kabel aan. En je kan hier dus denk ik op drukken als een soort van game joystick. En hier heb je dan een schermpje. En deze doe je dan ergens in een buis. En dan zie je hier op het scherm wat dit ziet ofzo. Als we deze bij mij inbrengen. Dat kan. Oh, dat kan. Oh, het is een camera. Oh, wat,
Ojo. Oké, dus als ik deze aan mijn vriendin geef. Hier, schatje, kijk hier eens in. Wil je die eens vasthouden? En ik ga hier zo staan. Wow, die camera is goed. Wow, dat is bizar. Ik heb het bewegen nog een beetje. Echt waar? Wow, ja. Oh ja. Wat? Wow, die camera is echt goed, hé. Wow, dat is bizar, zeg. Geniaal. Oh, heel vet. Nou, dat is leuk om even te zien. Leuk, leuk. Geloof mij, schatje, alles is onder controle met mijn verstand. Hoezo? Nou, ik weet precies hoe het moet. Ik ook. Echt waar? Ja. Nou, vertel jij eerst maar. Nee, ik ben benieuwd hoe jij het dan. Nee, vertel jij eerst maar. Nee, we hebben even een keuze te maken allereerst. Ja. Willen we de rails van muur tot muur laten lopen, dat als je de gordijnen zeg maar open hebt, dat het dan hier hangt? Of wil je het echt gewoon dit stukje? Ik ben trouwens super blij dat dit de mooiste kamer wordt van het hele huis. Ja. Dat wordt het echt. Ja. Ik weet niet meer wat je hebt gezegd, maar ik ben wel heel blij met deze kamer. Sorry. Ik denk dat we die mannen die in de studio bezig zijn. Mannen. Even moeten vragen, want die hebben sowieso zo'n meetdingetje met zo'n laser. Hoe? 100 keer sneller. Hoe? Zo'n meetdingetje met zo'n laser. Dan kan je makkelijk hoogte en breedte doen en dan is het ook gewoon accuraat. Want wij gaan weer kutten met het meetlint en dan gaat het weer fout. Wij of ik? Wij waarschijnlijk, want ik moet je helpen, want het is te breed. Zullen we dat even vragen? Ja, is goed. Maar wat wil je? Wil je de gordijn, de rails van muur tot muur? Zodat als de gordijnen open zijn, dat het daar hangt en daar hangt? Of wil je de gordijnen alleen het kleine stukje? Ik denk van muur tot muur wel het mooist. Ik denk het ook. Maar je kan ook nog voor kiezen om gordijnen tot op de vensterbank te doen. Maar dat is ook niet mooi, hè? Nee, dat is een beetje gek, denk ik. Ik denk dat het wel veel warmte geeft. En ja, als je het helemaal volledig doet. Zo, als we helemaal doen, dan zijn we eruit. Halen we even het meetlasertje van de mannen. Yes, baby! Let's go! Dit schiet zoveel. Ja, zeker. Twee keer cappuccino of één keer zwart? Wat wil je? Zwart. Altijd zwart. Twee keer zwart? Ja. Oké, kom er zo aan. Gaan we even koffie maken. Maar als eerst, ik weet hoe het werkt. Super. Klaar voor? Ja. Lezen daar, zie je hem? Ja, ik zie hem. Nog een keer klikken. En even opgemeten. Ja, zie hoe makkelijk dit is? 36 meter. Nee, even kijken. 3,60 meter. Eigenlijk bijna 3,61 meter ja. Eigenlijk. Als jij het had gemeten, had je 3,61 meter van gemaakt waarschijnlijk. En wat nu? Van op drie punten moet je het plafond meten. Zie je de laser? Ja, ik zie hem. Pip, kijk eens even. Dat is de eerste. 2,88 meter. Ja. Ja. Hey. Wow. Nou, nog even op twee plekjes. Welke nog meer? Ja, ergens daar en ergens daar. Oh, dat vind ik wel leuk. Eigenlijk moeten we ook gewoon zo'n ding bestellen. 2,87,3 meter. Oh, kijk eens even. Je moet de kortste maatvoering moet je aanhouden, want anders gaat hij ergens op de grond hangen natuurlijk. En je wil hem eigenlijk net zwevend hebben. Ik dacht dat je zou zeggen de kortste weg. Maar het is belangrijk, echt een goede levensles. De kortste weg is niet altijd de beste weg. Nee, klopt. Alle wegen leiden naar Rome. Je hoeft niet per se de kortste te nemen. Dat hoeft niet. Je kan de afslag meteen naar links benen. Precies. Maar wat is leuk als je in één keer bent? Nou, zet dat ding op de grond. Juist, die dalen. Ja. Zorg ook weer voor uiteindelijk hogere hoogtepunten. Misschien moet je dan deze... Als je uit een dal komt, is het hoogtepunt nog hoger dan als je er al bijna bent. Ja, misschien moet je dan deze maatvoering vanaf het plafond meten in plaats van op de grond. Wat moest ik doen? Nee, grapje. Ja. Deze maatvoering vanaf het plafond meten in plaats van op de grond. Hahaha. Zo leuk, jij. Zie je het plafond? Ja. Ja, ik zie het plafond en ook te lezen. 2,87,3 meter. Ja, hetzelfde als die kant. En in het midden is dus... Iets hoger. Is 3 mm kleiner. Kleiner? Dunner. Oh. Korter. Oké. Ja? Ja. Nou, dan hebben we de maatvoering. Dat is super. En dan ga ik naar gordijnen bestellen. Ik denk wel dat het heel mooi is inderdaad. Dat het daar zo hangt en hier. En we moeten... Schatje. We moeten ook nog eventjes de klamboe eigenlijk bestellen. Voor hier. Een mooie klamboe. We gaan onze baby laten schrikken. Klamboe! Haha, kijk, mooie kinderwagen hier zo. Dat is echt fijn. Hij rijdt echt zo smooth. Blijf jij hier? Ik ga er weer vandoor. Nee, een koffietje voor de mannen. Oh ja. Oh, die moet ik zetten. Ja, dat is zo. Oké, dan hebben we het opgemeten. Nou, dat is top. Dit is echt ideaal. Echt ideaal. Wat een weertje, dames en heren. Dit is echt perfect.
Ik ga nog wel eventjes wat regelen, want omdat ik dus de auto, de Mansory, zoveel langer heb kunnen lenen dan dat de bedoeling was. Van één dag ging het naar 3 dagen en van 3 dagen ging het naar bijna een week. Wil ik natuurlijk wel eventjes wat terug doen. Dus ik heb even de autogarage gebeld, de standaard autogarage waar ik altijd al heen ga in Zeist. En heb ik gevraagd of ze de auto helemaal van binnen en van buiten met de hand willen wassen en willen schoonmaken. En niet door de wasstraat, want dat wil ik niet doen met iemand anders zijn auto. Ook al zit er wel zo'n X-spel, zo'n doorzichtige beschermlagen overheen, vind ik het toch wel fijn om niet zomaar door de wasstraat te gaan. Deze plant is trouwens echt heel erg nice. Die doet het zo ontzettend goed. Dat zie je ook aan die planten, of die bladeren zeg maar, die helemaal recht overeind staan. Het is echt een super mooie plant. Daar ben ik heel blij mee. Het is even een tijdje minder gegaan, maar het ziet er nu wel weer echt super mooi uit. En er zouden dus mensen om 9 uur vanochtend hier zijn voor de schuifpui om die te maken, maar die zijn er nog steeds niet. Het is nu 11 uur. Ik heb ook echt geen flauw idee waar ze zijn. Ik krijg ze ook niet te pakken. Dus dat wordt nog vervolgd. Ik ben heel erg blij met de gordijnen trouwens hier, want anders dan kan je hier gewoon niet werken omdat de zon zo fel is. Maar dit is nu wel echt de droomplek om bezig te zijn en te werken. Ik heb net eventjes wat dingetjes geregeld hier, wat telefoontjes gepleegd. Een super mooie Knolpower bureaustoel, waar ik ooit 50 van heb uitgebracht. Dat is limited edition, nog steeds heel erg blij mee. Dus dat is echt super tof. En Marvin die kwam net super lief eventjes een koffie brengen. Dus die ga ik lekker meenemen. En ze zijn dus hierachter ook lekker bezig met de tegels op de muur. Maar dat ga ik later wel laten zien als het helemaal af is. Oké, we hebben de auto hier gebracht. En nu gaan we eventjes een mooi bloemetje halen. Dit heb ik trouwens nog in de auto gevonden. Moest voelen. Golfbal. Hè? Weet je ook met wat? Met mijn hoofd zeker. Ja, waar is je uitgekomen? Hoe weet je dat? Ja, omdat jij zegt met wat erop. Ja, maar weet je hoe lang dat geleden is? Ja, maar waar zat hij in? Ja, in een jaszak. Echt? Ja, die jij ooit aan hebt gehad, denk ik. Dit boeket is knijters groot. Holy moly. Ze was echt een super mooi boeket aan het maken voor 25 euro. Was ze al mee bezig voor een andere klant die later het kwam ophalen. Maar toen zei ik van, kan je zo eentje voor mij ook maken? Toen zei ze, ja, ik kan deze wel meegeven aan je. Dan maak ik straks een nieuwe. Ik zei, kan je voor 15 euro erbij en een mooie upgrade doen? Boom, 40 euro. Kijk eens wat je hebt. Prachtig. Niet normaal, hè? Ik kan jullie vertellen, dames en heren, dat de spullen die we allemaal... Oh, kijk, een Exter. Een Exter zit daar in de tuin. Zie je, die zit daar lekker te lopen. Grappig hoe die loopt eigenlijk. Dat is heel gek eigenlijk wat duiven doen, hè, met lopen. Duiven die lopen en dan gaat hun hoofd de hele tijd naar voren. De 10 vetbollen die we hierin hebben gedaan, die worden echt volop gebruikt. En ik denk dat die Exter wel weg gaat vliegen. Yep. Maar deze wordt ook echt volop gebruikt. En dat is wel echt superleuk om te zien. Hier zitten allemaal pinda's en hier zitten die vetbollen. En vooral die vetbollen, daar zitten ze echt heel veel in te prikken. En hier hebben we de pindakaaspot. Zo, die wordt ook goed gebruikt, zeg. Moet je kijken. Tutut, tutut, tutut. Echt een mooi geluid. Maar die blijft maar bezig, joh. Wat is dat voor vogel? Hij is aan het identificeren, dus ik ben even aan het checken wat voor vogel dat is. Dat tuduut, 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 tuduut. Ah, dat is een mees, een koolmees. Supermooi. Ik baal er wel een beetje van, hoor, dat die lui niet zijn gekomen van de schuifpuien. Want juist met dit weer is het dus echt weer fantastisch om gewoon te werken in de studio met die schuifpuien lekker open. Moet maar even afwachten of ze nog komen vandaag. Laten we even een kijkje nemen hiernaast hoe het eruit ziet op dit moment. Daar gaan we. Ik doe deze deur wel even open. Dan ga je sowieso het beter kunnen zien. Boom! Dit hebben ze echt heel erg strak gedaan. Wauw. Dit is echt heel erg mooi. Dus de tegels zitten erop. Shoutout Tegeldepot. Dat hebben ze echt netjes geleverd. En de tegelzetters hebben dat super mooi erop gezet. Dus nu alleen nog even de toilet. Nou, die spullen die staan hier allemaal al. Een wasbak en dan een kraantje. En dan kan ik mooi hier naar de wc. Dus dat ziet er echt super mooi uit. Daar ben ik heel erg blij mee. En de dakdekker is bezig zo te zien. Dus dat is ook heel erg nice. Je ruikt dat, hè, van dat dak. Ik was broodjes in de oven aan het doen. En toen dacht ik... Oh! Verbrandt het nou? Maar je ruikt helemaal zo'n verbrande lucht. Verbrande lucht helemaal. Wow, proteïne shake, lekkere bagel. Nou, kan je er vandoor. Dankjewel. Super lief. Wow. Jouw sproetjes. Ja? Ja, door de zon. Kom nog meer naar voren. Ik ben alleen gisteren buiten geweest in de zon. Ja, ja, ziet er wel super mooi uit. Ja. Ik ben ook straks even weg dan, hè? Maar ik weet niet of... Ja, je kan gewoon met mijn auto. Ja, want Milan die gaat met zijn auto achter mij aan. Oh, dan kan ik die sleutel terugnemen. Huh? Wacht, hou eens vast. Gaf je me net sleutels? Ja.
Oh ja, maar die heb ik wel nodig, want ik moet even dat bosje bloemen eruit halen. Oh ja. Dus ik kom de sleutel straks weer brengen. Oké, we gaan nu de auto weer ophalen. Die is helemaal schoongemaakt. Dus die zal er echt gruwelijk uitzien met het prachtige weer. Dus die shined erover. En dan heb ik even een bosje bloemen gehaald als bedankje voor de vrouw van hem. En dan heb ik ook eventjes de auto helemaal schoongemaakt van binnen en van buiten als bedankje naar hem voor het lenen van de auto. Dus dat is wel echt leuk. Kijk eens even hoe die eruit ziet, dames en heren. Wow, niet normaal. Eigenlijk had ik dit meteen moeten doen toen ik hem meekreeg. Ook natuurlijk heel erg mooi om hem op deze manier weer terug te geven. Helemaal spiksplinternieuw. Gruwelijk. Echt niet normaal. Dat carbon komt er nu ook zo mooi uit. Zoveel mooier dan dat hij schoon is nu dan dat hij vies was. Nou, in ieder geval, shout-out Mr. Carlos Seist. Als je je auto schoon wil hebben, je woont in de buurt, kom even langs. Oh, die binnenkant ook. En het ruikt ook een partijtje schoon. Zo, dit is echt heel erg nice. Heerlijk. Ja, al vanaf het begin dat ik ben gaan wonen in Zeist, kom ik hier al bij deze carwash. Super aardige eigenaar. Nooit problemen gehad. Ook altijd door de wasstraat gegaan zonder problemen. Dus daar mag wel echt even een shout-out voor gegeven worden. Altijd blij mee. Oké. Dat geluid blijft echt zo dik. Oké. Daar gaan we. Milan die rijdt achter me aan, dus kan ik met hem mee terugrijden. En dan ga ik hem echt even heel erg bedanken, want dit is gewoon mijn droomauto. En dat ik die heb meegekregen, zonder dat ik hem eigenlijk ken, ja, is natuurlijk wel super bizar. Dus daar wil ik hem echt, echt heel erg hartelijk voor bedanken. En ik heb ook andere mensen er blij mee kunnen maken. Ik heb niet echt het plan kunnen uitvoeren wat ik had, door andere mensen mee te laten rijden. Maar achteraf dacht ik, misschien was dat ook niet het slimste idee, want het is niet mijn auto. Dus als ik dan heel veel mensen hier inlaat, misschien vindt hij dat niet fijn. Maar goed, mijn eigen monster. Die wordt gebouwd en daar kan ik natuurlijk alles zelf over bepalen. En dit is natuurlijk iemand anders zijn auto. Dus op zich wel blij dat ik dat uiteindelijk toch niet heb gedaan. Ik sta voor een stoplicht. En dit is een stoplicht, het laatste stoplicht voordat je de snelweg opgaat. Dus laten we in sportstand nog eens eventjes in één keer optrekken de snelweg op. Want ja, we moeten er nog wel heel eventjes van genieten nu het kan hoor. Groen, groen, groen. 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god! Holy shit! Oh my god! Woo! Klein viaductje! Let's go baby! Let's freaking go! Dat was hem dan! Oi oi oi! Fantastisch! Oké, en dan als allerlaatste natuurlijk hem eventjes netjes aftanken. Dus dat gaan we nu doen. Oh, ik kan geen genoeg krijgen van deze auto. Holy moly. Oh, echt te bizar voor woorden. Ongelooflijk. Ik baalde nu van waarom ik hem niet de eerste dag meteen helemaal heb laten poetsen. Want nu is hij echt nog 10 keer dikker hoor. Even serieus. Zo bruut, hé. Niet normaal. Oké, okay, bro. Heel erg bedankt voor het brengen. En voor het ophalen. Het is echt raar dat jij zo'n zwembandbandje nog steeds onder hebt. Zo'n zwembandbandje? Ja, dat is zo'n bandje die je krijgt bij de zwembad. Dat ze weten dat jij daar echt een bezoeker bent. Klopt, ik heb een abonnement. Ja, ik kan altijd gratis inchecken. Nee, ik heb nu een nieuw bandje besteld, een witte. Bij het zwembad? Ja, nieuw abonnement. Mooi. Ik ben geüpgrade, ik ben nu premium lid. Wow! Ja. Make a move, bro. Mag nu elke dag zwemmen. Ik weet je, ik moest ineens denken aan dat zwemmen. Want ik was in Duitsland en ik kocht Spezi. Ken je dat, Spezi? Spezi. Ook goed, Spezi. Spezi. Dat is cola en Fanta samen. Ja, maar eigenlijk niet per se Fanta, meer Fanta limonade. Sinaas. Ja, limonade met prik. Niet ineens gaan zeggen sinaas, want dat is Fanta. Fanta is gewoon merk. Maar okay. Goed. Weet jij nog dat wij toen naar in Assen altijd gingen zwemmen, overdekt zwemmen? De Smelt. Dat heet nu de Bontwever, hè?
Ja, daar inderdaad. Ja. Ja. Weet je nog dat we daar altijd heen gingen en dat je daar zo'n machine had? Dat was gewoon één entreeprijs. Ja, dan gingen we alles zo... Waarom ga jij alles afmaken wat ik wil gaan zeggen? Oh, dat is, daar wilde je heen gaan. Oké. Nou, laat maar dan. Ik dacht, er kwam daarna nog meer. Is goed. Kon je niet meer. Wow, niet in mijn straat. Oh, daar woon jij ook. Milan, nee, ik moet van de buren, van die man daar op de hoek, Milan, moet ik altijd rustig doen. Ik ga het rustig doen. Dus je rijdt niet... met je Mansori 300 kilometer hier weg. Moet je rustig doen. En ik doe één keer toeter en ik moet rustig doen. Dat is altijd de tweede keer. Ja. Je bent echt in een vervelende mood. Ga mijn auto uit. Ja, dat is niet mijn schuld. Nee, kijk, als ik het ben, hoor je dit. Ik wil gewoon toeteren. Ja. Maar, dat is wel echt serieus leuk wat Milan zei, want vroeger toen we Ga jij nou verhaal lekker afmaken buiten dan? Ja, stap uit. Vroeger, toen ik ging zwemmen met Milan daar, ik nam jou trouwens mee hè. Nee, ik wil niet helemaal lopen bro. Nee, ik ga keren. Nee, ik ga nu, oh shit. Auw. Hey, die postbode is echt nice hè, hij is echt lief. Ik had hem, in de zomer geven wij hem altijd ijs. Dat vind ik echt lief. Ja. Geef hem een ijsje of zo. Vanaf welke datum doe je dat? Of wat drinken. Ik ga dat nu ook doen. Want hij komt eerst bij mij, dan hoeft hij bij jou geen ijs meer. Ja, meestal beginnen we in november zo'n beetje. November? Ja, dat valt van het dak, mag je het zelf opruimen. Bro. Wat bedoel jij met ijs dan? Jij bedoelt, je geeft hem sneeuw. Je geeft hem een schep sneeuw. Nee, ik bedoel echt een ijsje. Ja. Ik ga vragen of die ijs... Nee, of die post heeft. Hallo! Hey. Hij past er niet meer in. Hey. Heeft u post voor mij? Ja. Nou, super, ik kom eraan. Ja, het zit volgens mij vol, hè? Ja, klopt. Dat is echt een hele lieve man. Om mijn fietsers aan. Ja, sorry. Is zijn ze knolse schuld? Nee, je hoort die hebt nooit genoeg. Ja. Ja. Nee, joh, dit mooi. Oké, werk ze. Ik heb post voor jou, bro. Meteen gefixt. Nou, deze is voor jou. Top. Ik zei, heb je ook post van Milan? Hij zei, oh ja, nummer die. Nee, dat zei hij niet. Jawel. Ik luisterde net mee. Hij zei, ja, die heeft nooit Ah, jawel. Ja, dat wou ik dus net zeggen. Ga je nu mijn verhaal afmaken? Daaruit nu. Helemaal klaar met jou. Ik vertel zo het verhaal wel van het zwembad, ja. Is goed, rustig aan, bro. Alsof ze dat nog willen horen nu. Ciao. Ja, laat je camera... Nou is hij de lul, hè. Nou is hij echt de lul. Nee, bro, geef mijn camera terug. Hé, hey, lul, hè. Dan moet hij alsnog naar mij toe. Ik parkeer mijn auto gewoon. Ik ben wel helemaal klaar met hem. Gezeik met die gozer ook altijd. Raampje. Jij woont hier ik niet, hè? Ik hoor trouwens van mijn broer dat u wel eens een ijsje van hem heeft gekregen in de zomer. Klopt dat? Limonade, ijs. Dat zou kunnen, ja. Oké. Okay. Als het heel heet is, bieden wij dat wel aan. Ik ben de betere buurman, eigenlijk. Wat wilt u als het warm is van mij? Ijsje? Nee, Cornetto, Magnum? Dat is helemaal niet nodig, hoor. Oh. We hoeven niet tegen elkaar op te botsen. Ja, dat wil ik wel. Fanta, cola. Ik zet wel een keer wat voor u klaar. Nee, maar ik drink bijna nooit op. Nee? Nee. Ook geen water? Nou, water wel. Oké, ga ik regelen. Voor de rest. Oké. En ik kom je toch bijna nooit tegen. Of dat grote hek gaat net dicht als ik... Ja, toevallig nu net twee keer in de week kwamen we elkaar tegen. Anders niet zo vaak, nee. Nee. Als ik u wat zie en ik heb wat, dan krijgt u het. Zeg maar gewoon jij en je mij. Oké, jij. Dus, ja. Goed. We waarderen wat je doet. Wat jij doet. Nee, echt hoor. Nee, echt. Maar maak ook geen grap. U kunt mij Enzo noemen. Hij wil graag koning genoemd worden. Ah, gauw je mond, man. Ja, maar hij doet nu alsof het niet zo is. Maar ik moet altijd zeggen koning tegen hem. Nee, gewoon Milan. Oké, okay, ja, dat is dan exclusief. Vorige keer lag je een beetje lang op bed dat ik met een pakje voor hem kwam. Dat de brievenbus voor ons. Dat zou kunnen, ja. Want ik slaap tot laat. Ja, hè? Ik ben een gamer. Ja. Ja, ik weet het. Ben je ook gamer? Nee. Nee, want dat is wel vroeg opstaan, denk ik. Nee, we beginnen om 10 uur. Om 10 uur, oké. Okay. Ja. En dan het tot... is nou lekker rustig. Ik heb mijn AOW en mijn pensioen. Dus Okay. Doe dit er een beetje. Ja, maar dat is geen elektrische fiets, of wel? Nee. Oh, dit doe je er een beetje bij? Ja. Oh, om buiten te zijn? Om buiten te zijn. Oh, netjes. Nou, een beetje gezond. Ja. Of s'avonds niet meer naar sportschool. Nee, dat scheelt niet. Mag ik vragen hoe oud jij bent? 17. 70, oh, dat zou je niet zeggen. Zo, zie je er goed uit. Ja. 70, had ik niet verwacht. Kijk, ik had ook geen 40 verwacht, maar... Nee. Geen 70 in ieder geval. Ik wel. Oké. En je vriendin is 40? Nee. Oh. Die tijd is geweest. Ja. Die tijd gaan wij tegemoet. Ja, ik ben 30, hij is wel 40, maar... Ach, maar hou je mond, man.
Nou, doeg koning Malino. Het is goed met je. Hey, het is goed man, ik ga het zwembad wel even vertellen, ja? Ja, doe maar. Doei bro. Altijd mooi om zo even een praatje te maken en een beetje te ouwe hoeren. Ik was een beetje in een melige bui, sorry. Maar deze postbode, maar ook de anderen hier, dat zijn echt allemaal toppers. Die zijn zo aardig altijd. Dus shout-out naar de postbodes. Het verhaal van het zwembad is heel kort hoor. Maar vroeger gingen Milan en ik best wel vaak naar het zwembad. Superleuk. Kreeg je een bandje om. En dan mocht je onbeperkt ook drinken halen. En had je zo'n machine. Had je Pepsi, Fanta, limonade, allemaal dingen naast elkaar, 7-Up, weet je wel, allemaal dat soort dingen. En dan in plaats van dat je gewoon één soort pakte, deed je gewoon klik, 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 klik. En dan had je alles door elkaar en dat was dan helemaal helemaal cool. Dat is het verhaal, zeg maar. Goed, ik ben weer thuis. Ik kom net van de studio en normaal gesproken eten we nooit zo vroeg, maar... We hebben even een andere planning, dus we gaan gewoon om 5 uur eten. En dit is wat we gaan eten vanavond. Ziet er super goed uit. Lekker veel komkommetjes. Hoe heet dit gerecht? Noedels met kip teriyaki of zo. Lekker. Zoiets. Zo, daar sta ik dan voor de sportschool. Zonder sleutel. Marvin en ik dachten dat hij nog in de auto lag, maar helaas is niet zo. Aangezien ik heb afgesproken hier om 6 uur, het is nu 5 voor 6, dus we zijn mooi op tijd. En gelukkig wonen we dichtbij, dus dat scheelt. Dus Marvin is echt met 10 minuten terug, denk ik. Maar aangezien ik hier heb afgesproken met 1, 2, 3 andere personen. Ja, ja, we hebben weer een lekker clubje bij elkaar gevonden om te sporten. En dat vind ik ook wel echt super leuk. Dat ik nu al aardig wat mensen om me heen heb die ook weer zijn begonnen met sporten. Kijk, zoals Mees, die straks ook komt sporten. Die sport al een hele lange tijd. Hij woog eerst best wel veel en nu is hij enorm afgevallen. Dus hij zit nog steeds in die flow van sporten, super knap. Dus die is nog steeds wel bezig. Dus hem kreeg ik heel snel mee. Sowieso, elke keer als ik vraag aan hem kom ik sporten, zegt hij, joh hoor. En als hij dan niet meegaat, dan is het puur omdat hij niet kan. Maar er komen nog 2 mensen, en die gaan jullie straks wel zien. Die zijn echt sinds kort aan het sporten. En ik denk dat ik wel een beetje aandeel heb. Deze guy, jongen. Hij komt even aanscheuren met zijn bak. Hoe is het? Ja, goed met jou. Nice man, je bent de eerste weer hè? Ja, al op tijd. Ja. Altijd op tijd. Ja, lekker man. Nou, zet die bak maar even neer dan. Lekker hoor. Maar ik denk dat ik wel een beetje aandeel heb in dat de 2 volgende gasten weer aan het sporten zijn. Dus daar ben ik wel heel erg trots op. Ik hoop dat een paar van jullie ook weer een beetje gemotiveerd raken van af en toe gedeeltes trainingen die ik in de vlog doe. Niet altijd. Het is een beetje hetzelfde met padel. Ik vind het super leuk om te doen. Maar ik weet dat niet iedereen leuk vindt om bijvoorbeeld heel erg lang padel te zien of heel erg lang sporten. Dus ik probeer dat altijd een beetje kort te houden. Maar toch gewoon zo. Jeetje, ik heb heel snel gegeten zo net. Dus ik ben een beetje aan het boeren. Maar ik hoop dat jullie het toch een beetje leuk vinden om te kijken. Ik heb wat voor jou, Enzo. Je hebt wat voor mij? Ja. Dat meen je niet. Ik heb hier, ook voor mij, 2 kersttruien. Waarom niet? Want waarom niet, bro? Een pakketje met een handdoekje. Even serieus, het is maart, gast. Dat maakt niet uit. Met eiwitten. Oké. Okay. Met creatine. Oh, dat is sowieso lief. En dit is voor Myron. Ik weet niet of het nu mag met de zwangerschap, maar dat moeten jullie even lezen. Is haarformule en collageen. Oké, dat gaan we sowieso even checken op internet inderdaad. En dan heb ik nog... Oh, dat is wel super lief. Nog een potje proteïne. Oké. Okay. En een potje proteïne pannenkoeken. Wow, meen je? Ja. Nou, super lief, man. Als je mijn sporten, dan... van ons. Als je iets nodig hebt, altijd appen. Dankjewel. Dan wordt geregeld. Ja, super lief. En ik heb nog 1 cadeautje. Oh. Is Myron hier ook? Ja, we waren de sleutels van de sportschool vergeten, dus die is aan het halen. Oh, okay, maar dus die komt straks terug. Maar die wachten dan even tot Myron er ook is. Oké, okay, leuk. Dat is echt voor jullie beiden dan. Leuk. Ook natuurlijk. Nou, super lief. Ja, zoals jullie weten, jullie zullen vast wel weten dat dit van Joël komt. Zoals jullie weten, ik kies nooit een kant ergens met iets van waar je shit moet halen van... eiwitten tot proteïne. En met shit bedoel ik positief, hè. Goede shit. Ik probeer altijd van alles en nog wat. Ik heb geen vast merk die ik gebruik. Dus super lief. Shoutout jou. En shoutout Joël. Dankjewel. En die kersttrui, ja, dat is wel echt een klapper, hoor. Zijn we allebei. Groei lekker. Nou, top. Ik denk dat jij hem wel kan gebruiken, man. Je bent alleen maar hempje season is begonnen, of wat? De lentekriebels. De lentekriebels. Is net zo'n Nederlands nummer of zo. De lentekriebels zijn begonnen. Ik heb de zomer in mijn bol. Nou, dat bedoel ik. Ik ken ze allemaal niet, maar... Alle terrasjes zijn weer vol. Ja, een beetje te makkelijk, dus... Nou, lekker hoor. Oeh, goeie man. Ja, ja morgen weer. Ja. Let's go! En morgen heb ik een teamgenootje. En die komt er nu ook aan. Jawel. Dus iemand anders. Ja, er komen nog 2 mensen mee sporten. Hoe fijn is dat? Dat is
ze weer heel goed. Ja, we zijn weer met een lekker clubje. Kijk, daar is de volgende sportieveling. Hoppakee. Ja, Wouter gaat even mee sporten. Ja, dat is tof, hè? Met een Tesla, wat een baas. Hey. Yo! Alles goed, baas. Ja, met jou? Zeker. Heb je zin in sporten? Ja, eigenlijk wel. Ja, toch? Ja. Lekker, man. Voor het eerst dat het weer mag, dus ik heb er zin in. Hey. Dat is goed. Hey, je bent wel iets vergeten, Wouter. Het is eigenlijk tanktop season, heb ik net gehoord. Tanktop season? Ja, ik heb het ook niet hoor, maar deze man die zegt dat hij lentekriebels heeft en dat het eigenlijk tanktop season. Als het zonnetje schijnt, gaan de tanktopjes naar buiten. Dus mocht je zeg maar mij binnenkort zien lopen met een tanktop, dan ben ik geïnfluenced door Mace. Ik heb nog nooit een tanktop gehad in mijn leven. Nee? Ik heb er ook geen in mijn kleding. Nou, weten we wat we van Wouter moeten halen. Ja. Maar eerst even flink naar de gym, want anders ziet het er niet uit. Kijk, dan hebben we de volgende kandidaat. Die heeft een mooie bak. Echt hoor. Nou, super nice dat deze sportieveling ook is aangekomen. Nou, dan missen we er nog eentje. En die is altijd te laat. Nog vaker dan ik zelfs. Ik had geen inpakpapier. Het is ook echt net binnengekomen. Oké. Dus dat doen we even zo. Ja, alsjeblieft. Het is voor jullie samen. Ja, zal ik even... Nee. Geef maar je spullen. Ik... Kom maar. Oké, lief. Dankjewel. Dat is een tanktop. Het is een tanktop. Oh, nee! Dat is wel echt super cute, man. Teddybeer thema. Ja. Ik denk, nou, ik even wat leuks voor de kleine. Wow, dat is wel echt cute, man. Ik heb geen idee met de mate hoe dat zit. Ik had gewoon gedaan jong, heel jong. Die is ook heel cute, ja. Ja, zo lief. Wow, geniaal, man. Maatje 70, dat duurt nog even een paar maanden. Maar dat is alleen maar goed, want die hebben... Dit is de eerste in maat 70. Ja, we krijgen alleen maar echt kleine maatjes. Dus dit is top, man. Ik dacht dat 70 voor een baby was. Ja, dit is wel voor een baby, maar een iets oudere baby. Ja, iets ouder. Ja, van een half jaar. En die grijze is, die lijkt kleiner. Ja, ik dacht 60, 62. Oh ja, dat is wel jong. Ja, dat is wel wat jonger, jong. Okay. Ja. Super lief. Ja, alsjeblieft. Ja, super lief, man. Dankjewel. Ja, help eens. Je moet een minder breed voeren. Come on, Noël. Wat doe ik nou? Ja, je moet je arm strekken zo. Bro, ik word helemaal gek hier. Ik word echt kappen. Daar zijn we dan, dames en heren. Heerlijk aan het sporten. We zijn al een uur en 10 minuten bezig. We maken er even het einde van nu. Meester is hier nog even aan het opdrukken. Dat is de laatste oefening. Of nou, ene laatste oefening. Hierna gaan we nog heel eventjes voor de biceps 21. Noël, trots man. Je bent er weer. Je gaat lekker, hè? Ik ga heerlijk. Dat is jammer, hè? Ja. Ja, nee, hoezo? Hoezo doe je zo lacherig? Nee, ik ben serieus. Ja, ik bedoel, het was wel even lachen zo net toen je daar die triceps deed met die stang. Dan zit de camera zo de hele tijd. Ja, maar het moet wel een beetje lollig blijven, toch? Precies. Ik bedoel, geen plezier is... Daarom sport ik met jou. Juist, kijk, dankjewel. En ik ben ook blij dat jij weer zo fanatiek bezig bent. Dankjewel. Ik moest even aanspannen, man. Ik moet je altijd even vragen. Die was goed. Ja, ik ga hem oefenen. Hey, Wout ook, trots op jou. Eerste keer samen sporten? Eerste keer. Let's go. Let's go. Voor alles een eerste keer. Oké, kom op. Noël! Hoi. Oh, wat gebeurt hier? Waarom? Hoger. Die benen kunnen hoger. Hey! Waarom doe je dit? Hij kust de grond. Heilige grond hier bij Pim. Ik denk dat meester net stond. En hij is down. Oké, nu is het te lollig. Dat is ook niet handig. Even serieus, jongens. Even serieus. Je kan ook lopen met die dingen. Elke keer als je omhoog gaat, wat doe je nou? Ik kan niet meer. Oh, dat is een ander verhaal. De meeste kan je helpen, die pak je even vast. Kom op. Nee, tot de max, je kan wel. Ik voel nog niks. Kom op, hondenbom. Kom op. Hoppakee. Bro, je bent... Kom op. Trekken. Je moet wel wat drukken, anders moet ik jou even opdrukken. Hoi, jongetje. Kan je nog eens doen? Sterrenhemel, oh god! Sterrenhemel! Laatste. Later. Lekker man, lekker. Laters. Laters. Hé, hey, maar heb je gezien hoe geniaal dat clipje van jou rondgaat op TikTok? Nee, met dat man, sorry. Sterrenhemel! Heb je nog niet gezien? Nee. Ja, ik kan zien. En zo, nu gaan we een box spar sessie doen. Ja, dat kan. Ja, dat kunnen we. Heb je dat al een keer gedaan? Noël en Thijs hebben hier een keer gevochten. En toen ging Thijs onderuit.
Echt? Ja. Ja. Oh, damn. Wow, dat is niet goed. Dat is een gym. Ja. Laten we even terugkijken naar het momentje dat Noël Thijs hier zo sloeg, waardoor Thijs op de grond ging. En dan? Oh, ik ben echt ziek in elkaar. Oh, ik ben echt ziek geraakt. Oh, ik ben echt ziek geraakt. Ik ben mijn telly kwijt. Kan je niet? Ik ben mijn telly kwijt. Hij is zijn telly kwijt. Hij is mijn telly kwijt. Hey, damn man. Anders dan kijk even op je naffie. Ik heb het gevoel dat jij dat nu echt expres doet. Heb jij hem echt niet? Nee. Echt niet? Wat ga je aan me zitten, bro? Nee, even serieus. Nee, bro. Ik ga doen alsof ik hem heb. Het kan toch niet anders? Kijk, Wouter, kijk. Oh, hij heeft hem net. Nee, joh, dat is een grap. Oh, ik dacht om hem te lokken. Oh, maar jij had zijn telefoon niet. Nee. Ik dacht dat hij dat had. Ja, ik dacht dat jij zou. Dus je hebt hier omgespringen. Kijk deze, dit is zo goed. Dit is zo'n mooie TikTok. De volgende vraag is van JYOTJ. Waarschijnlijk heb je een vriendin en wat is jouw advies? Ik heb op dit moment geen vriendin en mijn advies is MAVO. Dit is zo goed. Hij is echt sterk. Ik heb MAVO. Ah, zijn advies is MAVO. Het is zo schattig. Het is echt heel schattig inderdaad. Zo, dit is nog alleen eerst. Dit is wel heel confronterend. Ja, dit is heftig. Ik moet minder TikTok kijken. Ja, March 6. Dat is mijn verjaardag. Hey, nog gefeliciteerd. Oh, dankjewel jongens. Daarom zei ik het ook. Hebben jullie nu al gefeliciteerd? Ja, jullie wel gefeliciteerd. Kijk, ja man, sorry man! Hey, schrik! Wat? Het was het wel waard, hè? Het was het wel waard. Maar zie je hoe je reageert nu? Ik kon helemaal niet door, zo was. Het is mooi, hè? Maar was je enthousiast? Zo was heel goed. Ja, ik... De auto. Oh. Ja man, sorry man! Hey, schrik! Wat? Oké, dames en heren, dat was dan de vlog voor vandaag. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten. Vergeet er niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Morgen ga ik iets heel erg bijzonders doen. Milan die heeft mij meegevraagd om naar een boerderij te gaan en dan iets te doen. Ik weet het nog niet helemaal. Maar ik ga er morgen achter komen. Ik zie jullie dan. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.